Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is zaterdag 16 juli. Het is bijna 11 uur. En ik ga straks met mijn oom en tante naar Bandabau. Dat is een plekje op het eiland. En we gaan een beetje rondtoeren. Dus ik heb er heel veel zin in. Mijn oom heeft net al pasteitjes gehaald. Dus pasteertjes, zeggen ze hier op Curaçao. En die gaan we zo lekker opeten. En nou ja, ik ben nu bijna 2 maanden hier op het eiland. Super snel. En ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik hoef volgende week, dus als de nieuwe week begint, hoef ik nog maar 2 weken stage te lopen. En dan is mijn stage alweer voorbij. Onwijs jammer. Maar ik probeer nog zoveel leuke dingen te doen hier op het eiland. Zoveel mogelijk leuke dingen. Want voor je het weet moet ik alweer terug naar Nederland. Onwijs jammer. Maar zoals ik net al zei, we moeten gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen. En ja, als mijn stage is afgerond, dan heb ik nog een weekje vakantie, zeg maar. Dus nou ja, dan is de vakantie eigenlijk begonnen. En dan kan ik lekker, lekker mijn gang gaan een weekje. En dan is het alweer tijd om naar Nederland te gaan. Dus ja, we gaan straks richting Bandabau. En dan gaan we lekker rondturen. En dan ga ik jullie zeker meenemen. Dus veel kijkplezier naar deze vlog. Oké, ik heb me net eventjes weer omgekleed zoals jullie kunnen zien. Want ik heb net horen gekregen dat we ook, als we naar Bandabau gaan, dat we ook langs een strandje zullen stoppen. En dat we dan eventjes lekker op het strand gaan liggen en lekker een duikje gaan nemen in de zee. Dus dan is het niet zo handig als ik zo'n overhemd aan heb. Dus vandaar dat ik me even heb omgekleed. Nou ja, mijn tante is nog eventjes een paar dingetjes aan het doen. En dan gaan we onderweg naar Bandabau. Wat hebben we daar gegeven? Zie, wat dat heen? Oké, we zijn nu ergens hier op een, bij een plek gestopt. Kijk eens wie we hier hebben weer. De couples, Gillian en Jonathan. De raccoon. En kijk hier. Hier is een mega leguan. Oh, hier, hier. Kijk. Die hebben eventjes een foto gemaakt. Oh, die hebben mijn tante weer. We gaan eventjes weer een foto maken. Oké, en daar heb je ook weer allemaal dingetjes. Goed, we hebben nu net daar een foto gemaakt bij dat reuze botachtig iets. En nu lopen we ergens naar binnen. Het is best een toffe plek. Zo, en we zijn nu aangekomen bij Grote Knip. En kijk eens het uitzicht. Het is toch super mooi. Nog Onkel John? Nee, je moet op de vlog. Peace. En we gaan nu gewoon lekker genieten hier van het strand. Daar is het strand. Moeten we naar beneden lopen. En dan ja, gaan we lekker genieten.
Zo, nou, wij zitten hier. Dit is ons plekje. Nou, mijn oom, tante, Jonathan en Gillian. Die zijn alvast de zee in. Ik ga even kijken of we ze kunnen spotten. Ja, mijn oom die zwemt daar. Die zwemt daar. En mijn tante die is ergens achter in de zee. En nou, zometeen ga ik ook eventjes alles uitdoen. En dan, nou niet alles uitdoen, maar mijn zwembroek aan. En dan ga ik ook lekker zwemmen. De zee ziet er zo goed uit. Nou heb ik al een aantal stranden bezocht, zoals jullie al in de vlogs hebben gezien. En eigenlijk is elk strandje wel super tof geweest. En ja, de zee is gewoon super helder, blauw. Zand gewoon wit. Super mooi. En nou, ondertussen zit ik ook pinda's te eten. Dit zijn zeg maar gekookte pinda's. En dit koken ze dan in water met zout. En dat koken ze dan en dan worden die pinda's een beetje zacht. Smaakt super lekker. Dus als je naar Curaçao komt, koop de pinda's die gekookt zijn. Gekookte pinda's. Dus, nou, ik denk dat ik zo lekker ga omkleden. En dan lekker ga zwemmen. Zo, nou, we hebben net een heerlijke duik genomen in de zee. En nu zijn we inmiddels al onderweg naar de auto. Het was echt super lekker en een super mooi strand. Dus dan gaan we nu weer verder rijden. En dan zien we wel waar we uitkomen. Dus let's go. En dit was trouwens de tour auto. Het is eigenlijk gewoon de auto van mijn oom. We noemen hem eigenlijk oom Penguin, want hierop zie je een penguin. En dit is eigenlijk de auto van zijn werk, want mijn oom die werkt bij Glacial. En nou ja, vandaar de penguin. John? Ja. En je moet misschien even vertellen waar we nu zijn beland. Hier is het Coral Cliff. Oh, Coral Cliff. En dan ga ik jullie nu
laten zien wat het uitzicht is. Dit is het uitzicht waar we zijn. Super mooi. Het is ook zo stil. Super gaaf. Dus, nou, mijn tante is daar in de auto. En we gaan zo even een paar foto's hier maken. En genieten van het uitzicht. Zo, en zoals jullie kunnen zien zijn we weer aangekomen. We hebben een super leuke middag gehad bij Bandebouw. Echt, we hebben zulke mooie plekken gezien. En ja, we hebben net eventjes ergens wat gegeten. En toen zijn we daarna meteen doorgereden naar huis. En nou ja, nu zijn we eventjes hier. Gaan we even onze spulletjes weer uitpakken. En dan nog een paar dingetjes doen. En dan gaan we rond 6:15 gaan we naar Punda. En Punda, dat is zeg maar een plekje waar allemaal winkeltjes zijn. En waar het heel erg gezellig is. Dus ga ik daar straks met mijn tante naartoe. En ik heb er ook super veel zin in. Dus daar ga ik jullie ook zeker meenemen. En nou, we wilden langs een flamingo area, zo heet dat. Dat is zeg maar een groot meertje waar flamingo's zijn. Alleen, ik wilde daar naartoe en we gingen dus daar naartoe. En toen zagen we dat er geen flamingo's waren. En dat komt eigenlijk omdat als mensen er komen, dan worden ze eigenlijk soort van weer weggejaagd. En dan zijn ze er gewoon niet. Dus dat is wel jammer. Dus ik heb het helaas ook niet kunnen laten zien. Maar misschien dat het nog een ander keertje kan en zo niet. Ja, dan helaas. Dus, nou ja, maar we hebben echt een superleuke middag gehad. En ik heb het voor jullie gevlogd. Dus ja, en dan gaan we straks richting Punda. Zo, ik heb eventjes lekker een douche genomen. Ik heb me eventjes omgekleed. En dan gaan wij zometeen richting Punda. Als mijn tante en mijn oom klaar zijn, gaan we lekker die kant op. En dan gaan we eventjes gewoon rondlopen. Dus dat wordt zeker gezellig. Het is echt super lekker buiten. En nou ja, ik ga nog eventjes wachten. En dan gaan we richting Punda. Ik heb er zeker veel zin in. Zo, we zijn aangekomen bij eerst naar Otrobanda. En nu lopen we de Emma over. En daar in de verte zie je de Indianenbrug. Dat is een hele grote brug. Nu is het maar deze. Oh, wacht even hoor. Laat ik even zien. Daar, even inzoomen, is de gouverneurspaleis. Daar heb je dus die bekende huisjes. Quemas con tu fuego.
cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio. Zo, en we zijn weer thuis aangekomen. Het is nu 10:50. We hebben een superleuke avond gehad bij Otrobanda en Puna. En daarmee ook gelijk een superleuke dag gehad, want we zijn 's middags er geweest en 's avonds. En als mijn oom en tante kijken, dus tante Lisha en onkel John, super bedankt voor deze superleuke dag. Het was echt gezellig, ik heb echt genoten. Dus super dankjewel. Ja, ik ga zo meteen lekker slapen, want morgenochtend gaat de wekker weer vroeg. Omdat morgen is er een bijzonder evenement dat onder andere door mijn stage wordt georganiseerd. Dat is het pre-kick-off evenement van Goals for Kids. En zo heet het evenement. En omdat mijn stage 10 jaar bestaat, wordt er een pre-kick-off evenement georganiseerd. Dat vindt dus morgen plaats bij CVV Willemstad. En daar zullen 2 bekende voetballers aanwezig zijn. En nog een aantal artiesten en DJ's. Maar dat zal ik jullie morgen vertellen. Morgen moeten we om 8:30 bij mijn stage zijn. Want dan ga ik met mijn oom een aantal spullen mee vervoeren. Aangezien hij een pick-up heeft. Dus dan kunnen we dat gelijk doen. Mijn stage heeft gevraagd of ik live wil gaan op de Facebookpagina van Goals for Kids. Dus dat is super tof. Dus dat ga ik doen. En tegelijk ga ik jullie meenemen. Dus ga ik vloggen. Dus daar heb ik eigenlijk veel materiaal. Dus dat wordt super leuk. Ik heb er onwijs veel zin in. Want ik heb het programma al gezien. En het wordt echt super tof. Dus ik kan jullie eigenlijk niet wachten om er meer over te vertellen. Maar dat laat ik voor morgen. En dan, tja, dan ga ik nu lekker slapen. Lekker uitrusten voor morgen. En dan gaan we er morgen lekker weer tegenaan. Want morgen is eigenlijk voor mij weer, ja, een extra werkdag. Dus ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen vanaf CVV Willemstad. Zoals jullie kunnen zien, ik sta nu op het voetbalveld. Tja, we hebben net de spullen uitgeladen. Want mijn oom en ik hebben net de spullen bij mijn stage opgehaald. En ja, we hebben het nu hier afgeleverd bij CVV Willemstad, waar het dus plaatsvindt. En dan gaat het om 10:00 beginnen. Het is nu 9:00. Er moeten nog een paar dingen geregeld worden. Kijk, daarachter zijn ze al bezig met spullen klaarzetten. Aan die kant zijn ze ook bezig met spullen klaarzetten. Dus er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar de voorbereidingen lopen gewoon goed. En dan, nou ja, dan gaan we gewoon lekker om 10:00 beginnen. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik krijg straks ook nog zo'n shirt. En ik probeer ook intussen wat meer erover te vertellen. Zoals ik jullie gisteren had beloofd. Dus kijk, zie je, er zijn al een paar voetballers. Die zijn al bezig met een soort van trainen. Dus ja, dat komt helemaal goed. Ja, we zijn zoals jullie kunnen zien, gaan we nu brood aan het doneren. Hoeveel brood is er in totaal? 5 nooit. Oh. We moeten 11 zakken maken met 14. Oké, dus we moeten 11 zakken maken met 14 broodjes. Uitgerekend, ik ben niet van de rekening. Dus in ieder geval, we zijn nog bezig met brood. Oké, zoals jullie kunnen zien ben ik nu omgekleed. Ik heb nu mijn Goals for Kids shirt aan. Ik heb trouwens een statief mee, deze is van mijn oom. Zodat ik, ja, dat ik gewoon beter kan filmen. Dus ja, nou, de voorbereidingen zijn nog steeds bezig. Zoals jullie in de verte kunnen zien waarschijnlijk. En nou ja, we gaan, ja, het is nu 9:50. En dan gaan we straks beginnen. Zijn we er klaar voor? Ja! Yes! Oké.
nou ja, de voorbereidingen zijn nu nou ja, zijn zowat eigenlijk klaar. Zoals jullie horen staat allemaal muziek en er zijn al heel veel voetballers zijn er ook. Dus kijk, daar hebben we de host. Die is even de muziek aan het testen. Dus nog een paar kleine voorbereidingen. En dan kan het zo eigenlijk beginnen. Dus eigenlijk, kijk, jullie zien allemaal voetballers. Kleine voetballertjes. Het zijn trouwens allerlei verschillende voetbalclubs. Maar het zijn wel allemaal kinderen die gaan voetballen. Dus ja, allemaal kindervoetbalteams, dus jeugdteams, die gaan tegen elkaar spelen. Het zijn U9 en U12 teams. Dus dat zijn nou ja, van kinderen van 9 en van 12 jaar. Dus nou, dat gaat super tof worden. Dus we gaan nog de kleine voorbereidingen doen en dan gaan we gewoon weer verder. Dus ik neem jullie vandaag gewoon mee. Vaders natuurlijk, fijne vaderdag wensen. Dat is ook belangrijk, hè? Vaders zijn ook belangrijk, natuurlijk. Moeders ook, maar vaders ook. Mooi voor het mogelijk maken van dit mooie evenement. Het is altijd goed om te zien als oud profvoetballer zoveel voetballende kinderen. Als organisator van het Sparta Soccer Camp van 23 tot... geopend net met speeches en het volkslied van Curaçao hymno. En ik ga nu eventjes wat water vullen en dan ga ik jullie een beetje meenemen, want de voetbalteams gaan nu spelen. Zoals jullie kunnen zien, ze zijn nu eventjes klaar aan het staan en dan ja, gaan ze beginnen. Dus ik ga nu even water vullen. Ik ben er met Sean Joost uit Den Haag. En ik sta hier met MC, dus de host van vandaag. Ja. En wat wil je zeggen tegen de kijkers? Hoe gaat het? Het gaat heerlijk. Het is altijd leuk om te geven aan de kinderen. Ik was zelf ook een voetballer, dus ik weet wat het is. En ik hoop dat de kinderen echt genieten vandaag. Dat de ouders ook genieten vandaag. Het is echt een hele leuke dag. Zeker weten. Oh ja, oh, dat heb ik niet eens verteld. Happy Vaders Day to alle vaders. En we gaan de rustig doen. Ja toch, heel super leuk. Thanks, hè? Thanks. Oké. Hallo. Dit is Shella, opa Stanje. Dit is de hele crew. De wedstrijd die nu is gegaan, die is nog 1 minuut en daarna gaan ze weer wisselen. Om de 10 minuten gaan ze wisselen. En daarna ja, dan gaan weer andere teams en zo gaat het verder eigenlijk de hele dag. Het is vandaag tot 2 uur, dus vandaag van 10 tot 2. En ja, hier zijn ze aan het voetballen. En hier achter zijn ze aan het voetballen. Dus alles. En hier hebben we Nicole van Amicorp, die ook aan meewerkt. En Nicole, wat doe je precies bij Amicorp? Ik werk op de training
trainingafdeling, trainingmateriaal. Oh ja, 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 cool, cool, cool. En wat, hoe gaat het? Hoe vind je dat het gaat hier? Gaat goed, kinderen zijn blij, stellen zijn blij, iedereen blij, toch? Zeker, dus bye bye. Yes, thank you so much, geen wetters. Afgelopen. Kijk, hier hebben we weer Andy. Die loopt weer. Yo, yo, yo. Oh, we lopen eigenlijk wel op hetzelfde. Ik ben hier dus nu met Remco Sumanda. En ik was een beetje aan het kijken en ik zag hem ook vloggen. Dus er is nog een vlogger hier gewoon. Kijk, hij gaat al goed los. Ja, 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 zeker. Het weertje zit er goed in. De sfeer zit er goed in. We hebben een mooi weertje. De kids hebben naar hun zin. De ouders chillen aan de zijkant. Nemen af en toe een biertje in koud water. Onze dag en die stuk. Daarom, daarom. En natuurlijk is vaderdag, dus al die vaders hebben glimlach op hun gezicht. Ook dat was straks een vaderdag penalty. Precies, juist. Dus, nou, het zweertje zit er goed in. Muziek op de achtergrond, dus lekker, lekker, lekker. Ik ben lekker aan het eten. En dan gaan we straks verder. Ik ben hier met Leroy en met Jethro. En nou, wat vinden jullie van? Hoe gaat het nu? Heel leuk, leuke band. Kinderen ja, zijn goed bezig. Ja, maar sowieso. En ja, we gaan dadelijk zien wie de winnaar wordt. Alleen het is wel warm, maar ja, we zijn ook weer gestaald. Ja, man. Lekker de kinderen blij maken, dat is het belangrijkste. En het mooiste wat er is. En hoe lang zijn jullie nog hier dan? We zijn nog ongeveer een week. En daarna moeten jullie weer aan de bak. Ja, daar moeten we gewoon weer aan de bak. Jullie zijn sowieso succes, mensen. Dank je wel. Met alles. Thanks, man. Pra começar, nunca pensei em um dia cá estar. Eu e tu, e estender minha mão que puderes me anelar, descansar. Eu pensei que nunca ias me acreditar até se. Namorado casado. Te amo, te amo. Acima de tudo, mulher. Acima de tudo, mulher. Te amo, te amo. Acima de tudo, mulher. Acima de tudo, mulher. Eles até que vão falar muita bobagem por aí.
eu não te sirvo, deixa aí. Mas é melhor saberes que eu te custo a viva. Toda a minha vida, em qualquer sentido, me domina. I wanna love you, love you, love you. Te amo, te amo, te amo. Because you believe. Daar wordt de finale gespeeld. En dus in totaal 4 teams, maar 2 finales. Dus ben benieuwd wie er gaat doen. Het is nog steeds super tof. Super dank voor. Zo, en we zijn inmiddels alweer thuisgekomen van Goals for Kids. Het was echt een super tof evenement, echt. We hebben onwijs genoten met alle vrijwilligers, met alle mensen die eraan hebben meegeholpen. Onder andere de grote voetballers Jetro Willems en Leroy Fer. En de hosts, de DJ's, gewoon iedereen die er was, die eraan heeft meegeholpen. Natuurlijk de jeugdteams en de coaches daarvan. Super echt, het was echt super tof. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik ben nu thuis, ik ga een lekkere douche nemen, want ik zweet me kapot. En daarna ga ik lekker uitrusten en ga ik de vlog editen voor jullie. En ik ga nu de vlog gelijk meteen afsluiten. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En heb je nog niet geabonneerd, doe dat eventjes. En dan zie ik jullie graag bij de volgende vlog. Dus voor nu zeg ik ciao.